Welkom iedereen bij deze korte, korte sessie over wat gebeurt er allemaal in deze wereld. Wat gebeurt er allemaal? Het is echt een chaos. Wij mensen, zeg maar, gaan gewoon verder met ons leven. Hier in Nederland hebben we natuurlijk niet heel veel te maken. Zien we niet heel veel over de oorlog. Wel, financieel zien we heel veel, maar er gebeurt zoveel. Ik had gezegd dat er de komende weken dingen gepland staat dat er sowieso gaat gebeuren. Dus ik ga even kort top 5 dingen opnoemen. De laatste nieuws van waar moeten we rekening mee houden van wanneer jij dit nieuws hoort en leest, dan weet je van het is al voorspeld, het is al verteld en dit is wat er gaande is. Want van de televisiemedia kan je niks verwachten. Ze vertellen toch niet de waarheid. Maar dankzij God weten we gewoon, zeg maar, zien we precies de tijdlijn van wat er gebeurt in deze wereld. En we zien ook precies van door het nieuws wat we horen en lezen elke dag, het nieuws die hier niet op tv komt, zien wij van wat gebeurt er wereldwijd. En ik ga jullie vandaag even meenemen naar de 5 dingen waar wij zeker naar moeten uitkijken. Wat er in de nieuws stond over wat er gaat gebeuren deze komende weken, mensen. Het worden hele spannende weken. Dus vandaag ga ik hierover vertellen. En daarvoor ga ik even snel kort bidden. Dan kan ik jullie gelijk meenemen naar deze korte, korte nieuwsupdate over waar we rekening mee moeten houden deze komende tijd. Welkom Leijer, Matjula, Tamar. God, dank u wel, Vader God. Ik leg deze moment in uw handen. Wilt u tot ons spreken? Wilt u mijn mond zijn, Vader Jezus? Dat niet ik, maar dat u degene bent die spreekt. Dat ik helemaal zal verdwijnen. Dat u vermenigvuldigd zal worden. Dat u vergroot zal worden op dit moment, Vader Jezus. We leggen alles wat we gaan doen, bespreken, leg ik in uw handen, Vader. God, wilt u tot ons spreken? Wilt u ons de waarheid laten horen, Vader? Want van andere mensen kunnen het niet verwachten. Maar door de tijdlijn van wat we zien in uw woord, Vader, weten wij wat voor tijden wij leven. Jezus Christus, kom spoedig terug, Vader. Wilt u ons bemoedigen, de kracht geven, moed geven om door te zetten in onze geloof, om vast te houden aan u, om vol te houden tot het bittere eind, Vader. Want alles wat we zien en gaan horen straks, dat zijn gewoon tekenen dat u heeft gezegd van dit zijn de dingen die er gaan gebeuren, Vader God. Wilt u de wereldvrede nog één keer houden, Vader, totdat wij weg zijn hier van deze wereld en met u zijn meegenomen. Maar voornamelijk laat uw wil geschieden, nu en altijd in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Welkom mensen die gaan kijken, welkom mensen die terug gaan kijken. Welkom, welkom. Er zijn, zeg maar, ik had vandaag een bericht gepost van dat er dingen staan te gebeuren hier in deze wereld. Voornamelijk heeft te maken met Israël. Heeft te maken met Rusland, heeft te maken met Irak en Iran. En we weten dat Irak, dat Israël, zeg maar, de kalender is van deze wereld. Alles wat daar gebeurt in de wereld, we moeten gewoon op Israël kijken. We moeten naar Israël kijken, want hun zijn degene, hun zijn onze tijdlijn en de Bijbel natuurlijk. Want daarin staat alles wat er gaat gebeuren over deze eindtijd, in deze laatste dagen. Jullie zien het zelf, oorlog, geruchten over oorlog, aardbevingen, overstromingen. Alles neemt toe. Kijk maar in de groep, in deze groep, Christen en de Eindtijd. Jullie zullen zien, alles neemt toe. Ik heb alles met jullie gedeeld en ik deed het wekelijks. Dus Jezus heeft gezegd, dit zal de tekenen zijn der eindtijd. En dit is precies wat we hier zien. En vandaag natuurlijk een andere schokkende nieuws van, wat gaat er gebeuren in deze, wat zijn de recente nieuws die we tot nu toe gehad hebben? En wat zijn de dingen die deze komende weken, dat wij in de gaten moeten gaan houden? Van, het gaat heel snel. Alles gaat heel snel deze dagen. Want we moeten niet vergeten van, oh mensen, Jezus zei, het zou zo gaan als in de tijden van Noah. Mensen aten, dronken, trouwden. Alles zal gewoon een normale leven zijn. Totdat plotseling miljoenen mensen zullen verdwijnen. En die plotseling, we willen niet in de schrik raken. We willen niet, zeg maar, dat het plotseling gebeurt en dat wij niet weten van wat er gebeurt. Dus natuurlijk, niemand kan zich helemaal voorbereiden op de opname, maar zolang wij met de Heilige Geest leven en in gerechtigheid en in goedheid met Jezus, dan hoeven wij ons christenen niet druk te maken, want Jezus heeft ons al vrijgekocht met zijn bloed. Deze Bijbelstudie gaan we binnenkort over hebben en vandaag wil ik het hebben over wat zijn de recente nieuws die er uit is gekomen. Het is niet mijn nieuws, het is gewoon nieuws, zeg maar, dat je van verschillende kranten, verschillende nieuwsberichten, zeg maar, hebt gehoord over wat er op het spel staat en wat er eigenlijk een beetje gaande is in deze tijd. Dus de komende tijd, de komende tijden zijn heel erg spannend en zullen ook heel erg spannend zijn. We weten dat Rusland Oekraïne heeft binnengedrongen en alles gebeurt gewoon precies zoals Jezus zei dat het gaat gebeuren. De ene volk tegen het andere volk, oorlog, geruchten over oorlog, de ene natie tegen de andere natie, dus één op
landen tegen elkaar, broeders tegen elkaar, noem maar op. Dat zien we gebeuren, check. Dit zijn de top 5 nieuws van waar wij naar moeten uitkijken deze komende tijd. 1. Iran, als jullie nog niet wisten, zeg maar, dit is echt heel recent. Iran kan vanaf nu materialen maken. Waarschijnlijk konden ze dat al lang, maar nu hebben ze het pas uitgebracht. Kan materialen maken om binnen 12 dagen een nucleaire bom klaar te maken. We horen al hoe dichtbij Iran is met het maken van chemische wapens, maar nu is eindelijk de doorbraak. Ze kunnen binnen 12 dagen een nucleaire bom maken, tenminste alles wat je nodig hebt om een nucleaire bom te maken. En we weten hoe gevaarlijk dat is, want we weten dat Iran in de Bijbelprofetieën staat, zeg maar, als Persia. En dat Iran, zeg maar, samen met Rusland, de strijd in zou gaan om tegen Israël te strijden. We weten dat Damascus binnen 1 uur vernietigd zou worden. Dus Iran is nu bezig, ze kunnen nu... Het is bevestigd, binnen 12 dagen kunnen ze alles creëren, alles maken om een nucleaire bom te maken. Dat is heel gevaarlijk, want het zijn aartsvijanden van Israël. Ze leven naast Israël. Stel je voor dat ze binnen 12 minuten al materiale dingen kunnen maken om nucleaire wapens te maken. Dat betekent dat zij ook nu mee kunnen delen aan de nucleaire oorlog. En dat die wapens die zij gaan maken, is niet zomaar voor niks. Ze zullen die gebruiken tegen Israël. Dus... Het is laatst in het nieuws dus uitgekomen, echt recent gewoon, dat, dus Israël, dat Iran dus nu de mogelijkheid heeft om binnen 12 dagen een nucleaire, alle chemische dingen te verzamelen om een nucleaire bom te maken. Dat is heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. De tweede nieuws is, zeg maar, we komen later terug op deze. De tweede nieuws is dat de minister-president van Israël, Netanyahu, is klaar om Irans nucleaire faciliteit te bombarderen. Komt dat niet ergens bekend, hoewel we die hebben gelezen, dat Damascus binnen 1 dag, 1 uur vernietigd zal worden? Dus er zijn de laatste weken geheime vergaderingen geweest tussen president, tussen Netanyahu, president van Israël, en het geheime dienst en de leiders van de verdedigingsteam, zeg maar, van Israël. Ze zijn zich aan het voorbereiden om Iran te bombarderen. En als dit gebeurt, dan gaat het een hele andere wending krijgen voor de wereld en voor Iran. Dus de Iran, zeg maar, dus wat we hier lezen is, zeg maar, dat Netanyahu, de minister-president van Israël, klaar is. Hij heeft geheime vergaderingen al gehad en door de komende weken al gehad. Nu zijn ze zich aan het voorbereiden. Ze zijn al klaar om Israël, om Iran nucleaire faciliteiten te bombarderen. En als zij dat doet, dan zal dat natuurlijk wel oorlog roepen van de hele wereld. Want iedereen is tegen Israël. En Gog en Magog. Dat komt straks sowieso. Maar nu wij weten dat Iran binnen 12 dagen bommen kan maken om nucleaire wapens daarmee te maken. Is nu, zeg maar, Israël heeft al heel veel gesprekken gehad met zijn verdedigingsteam en alles. Ze zijn nu klaar ervoor om Iran, nu we weten over die nieuws, om Iran de... nucleaire gedeelte om het te bombarderen. Dat is heel gevaarlijk, want dat gaat sowieso gebeuren, maar dat zal ook nog weer voor oorlog en andere dingen gaan oproepen, zeg maar. Sowieso tegen Rusland, sowieso tegen Israël, maar ze zijn er gewoon klaar voor. Ze zijn zich aan het voorbereiden, de hele land is zich aan het voorbereiden, de mensen zijn zich aan het voorbereiden voor wat er gaat komen. Ze gaan de strijd in tegen Israël. En de derde nieuws is, zeg maar, dat het Iraanse leger en de islamitische regel, de revolutionaire RIGC, zijn samen aan het trainen om zich klaar te maken voor een mogelijke aanval vanuit Israël. Dus Israël is zich klaar aan het maken om Iran aan te vallen. En Iran is zich klaar aan het maken om Israël voor de aanval op hun nucleaire faciliteit vanuit Israël. Dus ze weten dat we komen. Dus Iran weet, zeg maar, dat Israël hun gaat aanvallen. En ze zijn zich nu aan het klaarmaken, aan het prepareren. Ze zijn nu samen met de islamitische leger RIGC, zijn ze nu samen gegaan in de strijd om, zeg maar, zich voor te bereiden. Ze zijn samen aan het trainen om zich voor te bereiden op wat er straks gaat gebeuren. Op de aanval die zij al weten dat binnen nu en komende weken, dat Israël de nucleaire faciliteit in Iran gaan bombarderen. Dus ze zijn nu al training aan het doen. Ze zijn samen aan het werken, ook met andere landen, om zichzelf voor te bereiden op deze nucleaire
aanval dat vanaf Israël gaat komen. Ze weten dat het gaat komen, dus ze zijn zich aan het voorbereiden. En de president Netanyahu van Israël, het land zichzelf, de leger, iedereen is zich aan het voorbereiden op een nucleaire aanval op de Iraanse faciliteit voor nucleaire wapens, waar ze wapens maken. Dus het zijn hele spannende tijden, echt oorlog en geruchten over oorlog komt eraan. Nummer 4. We zijn alweer 1 jaar verder dat Rusland Oekraïne heeft aangevallen. Het is alweer 1 jaar, beseft, we zitten al 1 jaar in deze oorlog. Poetin bedreigt nu ook alle andere landen, onder andere Amerika, met nucleaire aanvallen en zelfs de NATO. Ieder die zich mee bemoeit en Oekraïne steunt met wapens, doet zich volgens Poetin schuldig aan medeplichtiging om oorlog te voeren tegen Rusland. Dus er zijn nieuwe bedreigingen uitgekomen vanuit Rusland. En dat zij elke land, elke natie, iedereen die zich mee gaat bemoeien en wapens stuurt naar Oekraïne, medeplichtig is aan oorlog, zeg maar. Dus vrijwillig heeft toegekend dat ze oorlog gaan voeren tegen Rusland. En hij dreigt al die landen van: als jullie meedoen, als jullie Oekraïne steunen, dan zal er een nucleaire oorlog, een nucleaire wapen komen. Zeg, dat zal een nucleaire oorlog komen tussen hun en hen. We weten dat de NATO nu Europa aan het, de NATO nu China aan het bedreigen is. In één keer zeggen ze van ja, de gif, de prik en zo, jullie weten waar ik het over heb. Dat het in één keer is gemaakt uit een lab in China. Stond in de teletext. Waarom hebben ze dat niet eerder gezegd? Ze zeggen het nu omdat ze weten, zeg maar, dat China wapens heeft gestuurd naar Rusland en dat ze daarmee samenwerken. Dus nu proberen ze de hele China zwart te maken over de hele wereld door te zeggen dat de hele corona blablabla vanuit China komt. Dat wisten we al lang, dat riepen we al lang, maar we werden complotdenkers, we werden complottheorieën genoemd. En nu is, zeg maar, hi. Hey. Kan je straks in de live komen? Ja. Ja, dan ga ik even dit afmaken voor YouTube, zeg maar. Dan Ja, doe ik ik wist niet straks wat een. er gebeurde. Ik dacht even Ja. kijken wat het is. Ik schrik me Nee, is dood. niet erg. Doei. Kom straks al even in de live. Dat was onze sister in Christ. Als je wilt, kunnen we straks al even in de live. Maar het is alweer 1 jaar geleden, dus dat Rusland. Dat Rusland, zeg maar, Israël, Oekraïne heeft aangevallen. En nu zijn er nucleaire bedreigingen uitgekomen. Dat vanaf nu, zeg maar, dat ze elk land die zich mee gaat bemoeien met deze oorlog, met deze strijd, dat Rusland achter ze aangaat en dat Rusland tegen ze gaat strijden, zeg maar. Dus het zijn niet alleen maar praatjes van, oh, laten we elk andere landen, zeg maar, met gewone wapens. Nee, ze hebben het nu over nucleaire bedreigingen naar elkaar toe. Niet alleen Rusland naar anderen, maar ook anderen naar Rusland. Dus elke andere persoon, voornamelijk Israël, die zich laatst heeft meegebemoeid met deze oorlog. Eerst was Israël buiten deze oorlog, maar nu, sinds kort heeft Israël zichzelf mee bemoeid met deze oorlog. Ze hebben nu wapens gestuurd naar Oekraïne. Ze hebben gezegd dat ze legers, dat ze wapens, dat ze al die dingen zullen sturen naar Oekraïne. Om hun te steunen om deze oorlog, zeg maar, tegen Rusland te winnen. En wat staat, we weten dat Gog en Magog, dat is letterlijk gewoon, we zochten al van wat is de aanleiding van, hoe zal Rusland, hoe zal Gog een reden hebben om Israël aan te vallen? Hoe zullen ze zich kunnen verklaren van wat ze doen? Ze kunnen niet zomaar Israël haten en aanvallen. Maar doordat Israël zich nu vrijwillig heeft meebemoeid en meegegaan met deze oorlog, betekent dit dus dat Rusland, Gog, een reden heeft om achter Israël aan te gaan. Niet alleen maar omdat Israël een rijk land is, maar ook voor de nieuwe olie dat ontdekt is. Voor al die goede dingen, zeg maar, die goud en al die dingen, rijkdommen, zeg maar, die Israël bezit, daar is Rusland ook op uit. En hij zal samen met zijn andere landen, Magog, ga ik straks even opnoemen wie die landen zijn, zal hij de strijd aangaan om tegen Israël te gaan. Maar we zien alles gebeuren voor onze ogen. Dus er zijn bedreigingen uitgekomen, zeg maar, sinds kort vanuit de Russische kant. Van iedereen, elke land is schuldig. Vooral, ze bedreigen voornamelijk Amerika en NATO, nou, dat zijn wij. Van als jullie je mee bemoeien, dan hebben jullie automatisch de oorlog verklaard aan Rusland. Dus die moeten we ook in de gaten houden, want deze bedreigingen zijn vers. En het kan betekenen, zeg maar, dat er binnenkort iets staat te gebeuren. Het wacht nog even op de eerste land die iets gaat doen, iets gaat gooien, iets gaat doen. En dan gaan echt alle remmen los. Nummer 5. De geweld in Israël staat op het punt om uit te barsten.
Dat is niet mijn nieuws, maar dat heb ik zeg maar van nieuws online, of bronnen, verkeerde dingen. Daarin stond dat Ramadan komt eraan. Op 22 maart tot en met 1 april 2023 is de moslimse feest Ramadan die er aankomt. Er wordt voorspeld dat het een gewelddadige maand wordt. Met enorme toename aan terroristische aanvallen tegen Israël. Ik denk dat dat letterlijk, zeg maar, want we hebben gelezen dat Iran die nucleaire wapens kunnen maken binnen 12 minuten. Die dingen kunnen produceren om nucleaire wapens te helpen maken binnen 12 dagen. Dit zal zeg maar de aanleiding zijn om Israël uit te dagen. Ik denk, want er zijn heel veel mensen, ik heb niks tegen het moslimgeloof, maar er zijn heel veel mensen die heel erg extremistisch zijn en die alles doen voor hun land en voor hun God en aan beide kanten. En dit zijn, zeg maar, en weten, ze hebben gezegd dat vanaf deze maand dat er veel meer terroristische aanvallen zullen zijn naar Israël toe. Misschien is dit de aanleiding waarop Irak, Iran en al die mensen Israël uitdag en laat zien voor wie ze zijn. En dat Israël gaat terugreageren met het bombarderen van Iranse nucleaire faciliteit. En dan zal de bom losgaan in de wereld. Want Jezus had het over oorlog, geruchten over oorlog. Dat er een oorlog zal komen die men nog nooit heeft gezien en nooit heeft gekend. En nooit meer zal zijn in deze wereld. Dus Hamas en de islamistische jihadieten, hoe je dat zegt. De Fatah en de Hezbollah werken nu samen om zo tegen Israël te strijden, zeg maar. Dus deze legers, hebben zich nu samengevoegd tot één. En moet je eens nagaan waar ze allemaal vandaan komen. Het zijn bijna de buurlanden van Israël. Het zijn bijna de landen die rondom Israël zijn. Precies wat er in de Bijbel voorspeld staat over deze oorlog van Gog en Magog. Het zullen niet zijn directe buren zijn, maar die buren ernaast. Zij zullen te strijden aangaan om tegen Israël te strijden. Er zijn landen die zich niet mee gaan bemoeien, maar de Hamas, de islamistische jihaden, de Fatah en de Hezbollah zijn één geworden. Ze werken nu samen om Israël aan te vallen. Dus ze zijn nu, zeg maar, ze hebben nu Israël omsingeld, want van beide kanten, zeg maar, is er nu bedreiging vanuit Israël. En daardoor zal Israël... Kan je dit even weghalen? En daardoor zal Israël, zeg maar, dus de strijd ingaan om tegen... daardoor zal Israël de strijd ingaan om de nucleaire faciliteit van Iran te bombarderen. Dus dat is letterlijk wat er nu op het spel staat. Dat is letterlijk waar wij nu deze dagen, we moeten vooral opletten dat we in die Ramadan tijd, dat we gaan zien wat er in Israël gaat gebeuren. Ik zal jullie op de date houden van elke aanslag of wat dan ook van beide kanten zal afkomen. En dit zal waarschijnlijk de aanleiding zijn dat Israël, want ze zijn nu al klaar om Iran aan te vallen. En Iran zijn al klaar om zich, ze zijn al zichzelf aan het klaarmaken. Ze werken nu samen met Hamas, met Islamisten, met jihaden. Al die landen staan om Israël heen. En ze zijn klaar om oorlog te voeren zodra Israël de faciliteit vernietigt van Iran, dan weet ik zeker dat echt de oorlog zou komen en de bommen echt los zou gaan. Dus in geheime vergaderingen maken ze plannen om tegen Israël te strijden. Dat is wat er nu gebeurt. Dat is wat die vier legers nu met elkaar aan het doen. Plannen aan het maken om hoe ze Israël moeten aanvallen. We weten dat God Rusland, dat Gog, dus Rusland, de koploper zal zijn van deze aanvallen. Rusland heeft Israël bedreigd omdat ze zich mee bemoeien dat de gevolgen zal zijn voor Israël. Ze zijn al op olie van Israël uit, de rijkdommen. En nu Israël zich mee zijn gaan bemoeien, is dit een aanleiding dat Rusland zijn vrienden, Israël, zijn vrienden, dus Magog zeg maar en al die andere landen, zal verzamelen om tegen Israël in strijd te gaan. De Bijbelprofetieën die we zien komen uit, zeg maar. En daarnaast, de vijfde ding is natuurlijk dat er heel veel aardbevingen, enorm toenemen in de wereld. Dat kan je lezen in Lucas 21, vers 11. Lucas 21, 25, vers 26. Marcus 13, vers 8. Dat kan je lezen van. Jullie zien het ook. Wij zien het ook dat de Bijbel, dat de aardbevingen wereldwijd enorm toenemen. Er is geen stop meer aan, behalve vulkaanuitbarstingen, behalve overstromingen.
elke dag gebeurt er wel iets. Aardbeving. Zelfs in Irak zijn zoveel mensen al overleden aan deze aardbeving. Meer dan 50.000 mensen. Dus dit zijn ook de weeën die we zien, die er zullen gebeuren in de eindtijd. En wij zien het nu gebeuren. Maar waar we nu op moeten letten is voornamelijk dat de oorlog en geruchten over oorlog. De Bijbelprofecieën komen uit, mensen. Ezekiel 38, vers 7 staat op de stoep. Ik ga het heel snel even met jullie lezen. Ezekiel 38, vers 7 staat op de proef. Kijk, vers 1. Dit is een andere boodschap die de Heere mij stuurde. Mensenzoon, kijk in de noordelijke richting. Noorden van Israël ligt Rusland. Dus als jullie goed bekijken, noord is boven, Rusland. Naar het land Magog en profiteer tegen Gog, de koning van Mesha en Tubal. Vertel hem dat de oppermachtige Heere, ik zal u straffen, Gog. Ik zal haken in uw kaken slaan en u naar de veroordeling sleuren. En niet alleen u, ook de troepen en de gewapende cavalerie en machtige leger met grote en kleine schilden tot de tanden gewapend. Persië, Ethiopië en Poet zullen daar met al hun wapens ook bij zijn. Evenals Gomer met zijn horden en de legers van Torgama uit het verre noorden. Nog vele anderen zullen daarna hun voorbeeld volgen. Let op, hou uw legers op de been. U bent hun leider, Gog. Na verloop van vele jaren zult u nog voor de strijd worden opgeroepen. U zult een strijd trekken tegen Israël dat vrede heeft gekend sinds de terugkeer van zijn inwoners van het verre landen. Dit is de Bijbelprofecie die letterlijk op de zit uit te komen, mensen, voor onze ogen. Ik kan het niet geloven dat wij gewoon zien dat letterlijk Ezekiel 38, dat Gog en Magog zijn mensen aan het verzamelen is. Al die landen, ze werken samen. Ze werken nu samen. Zeg maar, Hamas, Islamische Jihad, Fatah en Hezbollah werken nu samen. En zij ontsingelen Israël. Ze werken nu samen. Ze zijn zich aan het voorbereiden om Israël aan te vallen. Ze zijn zich aan het voorbereiden op de nucleaire ramp die Israël gaat sturen. Zeg maar, want Israël weet nu dat, wat we gelezen hebben in het begin, dat Iran binnen 12 dagen materialen kan maken om een nucleaire bom, materialen kan produceren om een nucleaire bom te maken. Dat betekent dus dat Israël is zich, de minister Netanyahu is zich klaar aan het maken om Iran nucleaire faciliteit aan te vallen. Hebben ze aangegeven, zeg maar. Iran is zich vol aan het voorbereiden om de aanval die vanuit Israël zal komen. Al die andere landen, Hamas, Islamische Jihad, Fatah en Hezbollah, werken nu samen. Ze zijn zich aan het voorbereiden op, zeg maar, die aanval die zij zullen krijgen vanuit Israël. Want daarna zal er natuurlijk nog een andere, ramp plaatsvinden, zeg maar, dat de oorlog zal komen. Dus als Israël de faciliteit, dat is wat er staat, zeg maar, in Damascus, dat Iran Damascus binnen 1 uur vernietigd zou worden. Als jullie live met mij willen komen, mensen, kunnen jullie aan het einde van deze aflevering, kan je live met mij gaan. En dan kunnen we daarover hebben. Ik ben niet aan het opnemen, zodat die straks ook op YouTube komt te staan. Dus vandaar dat ik niet even, maar aan het einde kunnen we wel live gaan voor alle mensen, voor de mensen die live willen gaan. Maar er staat hier God op de kop lopen. God zal ze vernietigen, God zal ze klein maken. Wie zou Rusland met zich meenemen? Wie zijn de vrienden van Rusland? Behalve dat Israëlse vijanden die om hem heen wonen. Al die landen zijn nu samen aan het plannen om tegen Israël te staan. Zeg maar, om tegen Israël te strijden. Maar wie zijn die landen die Gog, zeg maar, ook wel Rusland genoemd, mee zal nemen? Gog is de koploper, dat is dus Rusland. Die zal meegaan de strijd tegen Israël. Er stond in de Bijbel, zeg maar, Persia. Dat is ook wel Irak en Iran. Wat toevallig, hè? Wat toevallig dat die twee landen. Irak en Iran. Ethiopië zal meedoen. Libië zal meedoen. Gomar, dat is, zeg maar, Oost-Europa. Duitsland en Polen, die zullen meedoen om te strijden gaan tegen Israël. Hebben jullie gelezen wat hier staat? Dat al die mensen die jullie verzameld hebben, die gewapend zijn tot de tanden. Ik zal in haken in uw kaken slaan en naar uw veroordeling sturen. En niet alleen u, ook uw troepen en gewapende cavalerieën. Een machtige leger met grote en kleine schilden tot de tanden gewapend. Dit zijn de legers die tegen Israël te strijd gaan. Dus Irak, Iran, Ethiopië, Libië, Oost-Europa, Duitsland en Polen. Wordt bedoeld met Gomar. Torgama is Turkije, Armenië en Georgië.
zullen ook meedoen en nog vele andere landen die niet eens benoemd zijn. Dit zijn die landen die binnenkort de strijden aangaan, die nu samen aan het spannen zijn om tegen Israël te strijden. En wat dan gebeurt, Rusland bedreigt de andere landen. Om iedereen die zich mee bemoeit, voornamelijk hebben ze ook Israël bedreigd. Want omdat jullie zich mee hebben bemoeid met deze oorlog, dan komen wij ook achter jullie aan. Dit is de aanleiding dat Gog en Magog de strijd. En nu weten we dat Iran de nucleaire wapens kunnen 12 dagen, zeg maar, die dingen kunnen gaan maken. Dat Israël zich aan het voorbereiden is deze komende weken om oorlog, om de nucleaire faciliteit voor Iran aan te vallen. Hezbollah en al die andere groepen zijn samen aan het werken. Die zullen dan weer te strijden gaan tegen Israël. Rusland zal de koploper zijn. Ze zijn nu al Israël aan het bedreigen. Alle landen die mee zullen doen en helpen met deze strijd. Ze zijn landen aan het bedreigen met de nucleaire oorlog. Dus je kan alleen maar voorstellen, zeg maar, in Zacharia 14, 1 vers 4 vertelt over deze oorlog, kan je voor jezelf lezen. In Jesaja 17, 4 vertelt over de vernietiging van Damascus. Dat kan ik wel even heel snel met jullie lezen. En dat is niet zo heel veel. Even kijken, Jesaja 17, vers 9. Er staat, hun grote steden zullen net zo verlaten zijn als de verre beboste heuvel en de bergtoppen. Zij zullen lijken op uitgestorven steden vanuit de inwoners, waaruit de inwoners zijn gevlucht toen de Israëlieten in aantocht waren. Dit gaat over Damascus, die binnen 1 uur vernietigd zal worden door Israël. Dus Damascus, volgens mij ligt het ook in Iran, zal binnen 1 uur vernietigd worden. En dat is de aanleiding, mensen, van de oorlog wat er in Openbaring stond. Van Gog en Magog zijn op pad. Ze zijn niet gaan verzamelen. De groepen werken al samen. Rusland is er klaar voor. Israël is er klaar voor. Dit is wat wij ook moeten oppassen. Want deze komende weken kan de bomluis losgaan. Als Israël de Iraanse faciliteit bombardeert, dan zullen al die andere landen, Gog en Magog, wat ik heb opgenoemd, Persia, Irak, Iran, Ethiopië, Libië, Oost-Europa, Duitsland, Polen, Turkije, Armenië, Georgië, zullen allemaal te strijden gaan om tegen Israël te strijden. Maar God zal wonder gaan doen en zal Israël gaan bestrijden zodat zijn naam geëerd wordt. En wat gebeurt er dan? Dan zal andere landen natuurlijk, dan zal Israël terug tegen Gog, zeg maar, aanvallen. Er staat dat Israël 7 jaar lang de schilden en al die dingen zal afbranden die ze gaan vernietigen van Gog. Hoe lang duurt de grote verdrukking? 7 jaar. Dus het is zo, we zijn zo dichtbij. Dus ik denk dat, zeg maar, want uiteindelijk zal Israël, wanneer is de opname? Wanneer Israël die pact gaat tekenen met diegene van die zichzelf gaat verklaren, de tempel, wanneer Israël dat tekent, of nu of morgen, kan ook gebeuren de opname, maar de derde tempel wordt gebouwd. Al die dingen die we zien, zeg maar, wat de Bijbel zijn, oorlog, luchtoffer, oorlog, hongersnoten, aardbevingen, toename, alles gebeurt, mensen. Er is gewoon, dat waren vroeger al, maar wat er nu gebeurt is echt globaal, is echt erg. Het is echt, iedereen heeft ermee te maken. De verdrukkingen, hongersnood, de winkel die in andere landen al leeg staan. Alles gebeurt zo snel, maar deze nieuws is letterlijk heel recent. We zijn echt bijna zover. Jezus Christus komt binnenkort terug. Iran, dus Israël is dus aan het wachten om, zeg maar, ze zijn zich aan het voorbereiden om Iran, zeg maar, die nucleaire plek van Iran aan te vallen. En als dat gebeurt, dan denk ik dat het heel slecht aan toe zal gaan met de hele wereld. Nucleaire oorlog zal er komen. God sta ons bij. God bescherm ons. Want ja, deze komende weken, zoals ook met die Ramadan-tijd die eraan komt, God bescherm ons. Want we weten niet wat er gaat gebeuren, maar dit is gewoon, Iran is klaar ervoor. Israël is er klaar ervoor. Geheime gesprekken worden gevoerd. Ze wachten alleen nog maar op 1 teken van bam. Gooi het los, laat het los. Dan zal alles gaan gebeuren. En wat er dan gebeurt, we don't know. Maar hou je vast aan Jezus Christus, want hij komt binnenkort terug voor ons. Dit zijn de nieuwtjes dat ik met jullie wil delen. Het is echt heel recent. Het is echt heel belangrijk. Want mensen gaan door met hun leven. Eten, drinken, dit, dat en zo. Maar jullie weten niet wat er gebeurt in de wereld. Dit is wat er nu gebeurt. Alle landen zijn klaar. Israël is in ieder geval klaar om Iran, nucleaire faciliteit, aan te vallen. Oftewel Damascus, die in 1 uur vernietigt. Rusland is er klaar voor. Iran is er klaar voor. Al die vijanden van Israël werken heel toevallig samen. Alles wat er staat gebeurt, wat in de Bijbel zegt. Wat ben je aan het doen, gebeurt nu. Dus
God zegen jullie en laat me weten als je de live met mij wil gaan.